Adriaan van Houten-Mil is weliswaar 85 jaar, maar nog steeds enorm actief in de wereld van de politiehonden. Namens politiehondenvereniging De Trouwe Hulp uit Mil traint hij al vele jaren politiehonden, leidt ze op, doet mee aan wedstrijden en dat door heel Nederland. Onlangs wist hij zich te kwalificeren na 2 voorrondes voor het Nederlands kampioenschap politiehonden wat werd gehouden in Eindhoven. Op dit Nederlands kampioenschap eindigde Adriaan met de hond Risha als 6e. Maar vanuit het publiek was er veel waardering voor de wijze waarop Adriaan en zijn hond alle proeven aflegden. En vooral hoe Adriaan op zijn 85-jarige leeftijd de hond op een drafje wist te volgen. De hond Risha heeft ondertussen alle certificaten die er te behalen zijn voor een surveillance hond, is 8,5 jaar en samen met Adriaan zullen ze ook volgend jaar, wanneer beide gezond blijven, weer deelnemen aan het Nederlands kampioenschap politiehonden.